De eerste keer dat ik ooit gerouwd heb was om Maya. Dat was een vriendin van ons gezin. Dat is ook aan de kadenk het beste uitleggen. Ik vond dat toen heel heftig. Ook omdat het de eerste keer was, maar ook omdat het vrij plotseling dood was. En ja, ik heb heel veel aan haar gehad in mijn leven. Zij was echt een soort tweede thuis, weet je wel. Zeker, ik kom uit een gebroken gezin, gescheiden ouders. Dus het was lekker om een soort veilige haven ergens te hebben. En die viel toen weg. Dus dat was wel pittig. Ik denk dat ik vorige week nog gehuild heb. Ja, vorige week in de auto. Omdat ik heb vorig jaar een belangrijk persoon verloren. En ik zit nog steeds in dat rouwproces daarvan. Sterker nog, ik denk eigenlijk niet dat dat ooit helemaal weggaat. Maar ik huil wel minder dan toen hij net overleden was. Maar af en toe dan is er ineens gewoon zo'n moment dat je even een moment voor jezelf hebt of zo. En dan kan het er even inslaan weer. Ja, ik heb ontelbaar mooie herinneringen aan mijn neef. Ik moet ook altijd gelijk lachen, omdat die gast was dus een beetje gestoord. Op de goede manier. Hij zat 's nachts naakt in treinen, stuurde die foto's door en dan vroeg ik waarom. En dan zei hij, ja, heb je gelachen? Ja, ik heb gelachen. Ja, dan is het toch wel de moeite waard. Dat was Nathan, weet je wel. Maar dat is de grappige kant van hem, maar hij kon ook heel zorgzaam zijn. Ik heb de mooiste stapavonden van mijn leven zijn met hem. Mijn bruiloft is mede dankzij hem echt een legendarische avond geworden. Dus hij was bij echt mega belangrijke momenten. Toen Nathan overleed, je denkt dus de hele tijd dat je rouwt om... Natuurlijk rouw je om wie hij was en dat hij er niet meer is. Maar je rouwt ook om een soort van een leven wat je achterlaat. Je wordt iemand anders door zo'n gebeurtenis. Ik ben echt een enorme piekeraar, iemand die heel veel nadenkt over alles. En Nathan was echt het tegenovergestelde. Hij was iemand die gewoon dingen deed en dan zag hij daarna wel wat de consequenties waren. En daardoor had hij zoveel plezier. Dat probeer ik nu heel erg anders te doen. Minder denken en meer doen is echt voor mij is een soort levensmotto op dit specifieke moment voor mij. Nou, die hele EP is natuurlijk sowieso vrij betekenisvol voor mij. Maar als ik er een zin uit zou moeten halen, moet ik heel even nadenken. De manier om jou te eren is genieten van mijn tijd. En daar zit ik nu heel erg in. Ik probeer er wat van te maken. En dan hoop ik dat als ik hem ooit tegenkom, dat hij me aankijkt en dat hij zegt, zo moest het.